Het is de laatste vrijdag voor kerst. De afgelopen twee weken gaven we je de kans om plaats te nemen in de finale van een bloedstollend spel. We zochten echte muziekliefhebbers. Die prijs is dan ook niet mis. Je gaat niet alleen 7 dagen lang naar het Oostenrijkse Zell am Zee. Je verblijft daar, en zo zijn we bij Sublime, we regelen alles goed voor je. En iets meer dan goed zelfs, je verblijft daar in een kasteel. Lekker warm binnen, knisperende haard, drankjes, hapjes, alles erop en eraan. Goedemorgen, kandidaten. Goedemorgen. Goedemorgen allemaal. 5 kandidaten staan er voor me. Johan Bremmert, 3 seconden was zijn tijd. Binnen 3 seconden raadde hij een intro. Johan, knap gedaan. Dankjewel. Ruud Koenekoop zat ook op 3 seconden, Ruud. Ja, het was gewoon goedemorgen. Marcel Hofman, 4 seconden is zijn tijd. Ernst Manupoetti, 6 seconden. En Judith Peil is ook net binnen de 5 finalisten met 16 seconden. Ook goed gedaan, Judith. Klopt. Je mag wel iets enthousiaster. Of is het die spanning? Nou, een beetje ook. Maar ik wachtte ook even tot je verhaal had gemaakt. Oké. Laten we gaan spelen dan. Yes, the groove. Yes, the groove. En normaal gesproken zouden we dan allerlei heerlijke, moeilijke, ingewikkelde muziekopgaves op jullie af laten komen. Maar we gaan het allemaal net even anders doen. Ik vraag gewoon, wie wilde graag... Nee, dat gaan we niet doen. Ik heb 5 enveloppen. En in die enveloppen zitten checks. Op 4 checks staat helemaal niks. Die is gewoon blanco. En op 1 check staat de tekst, ik heb gewonnen. Oh. Dus, je mag bij mij een check pakken in een gouden envelop. En deze voor je houden en nog niet openmaken. Zo gaan we het spelen. Dus je hoeft vanochtend geen... Valt even mee, toch? Ja. Jullie hadden geoefend. Ruud, ja, hoeveel liedjes had je doorgenomen van tevoren? Nee. Geen, oké. Okay. Had jij geoefend, Johan? Ja, een beetje vanochtend in de auto. Een beetje, Marcel? Ja, de hele weg vanuit Groningen. Dus, de hele weg? Oké. Ik probeer jullie microfoons even wat harder te zetten, jongens. Want anders verstaan we daar helemaal niks van. Even kijken. Ik heb hier een envelop. Laat ik op links beginnen. Nee, laat ik met de enige dame okay. Hier natuurlijk. Judith, trek een envelop en hou. Je ziet de voorkant staan. Zo moet je hem dadelijk openmaken. Dus hou hem zo naar je toe. En okay. Nog niet kijken. Nou, kijk aan. Dankjewel. Marcel. Ook een gouden envelop. Johan. Niet kijken. Nog niks doen. Gewoon voor je houden. Ruud zit nog te kijken naar Ernst. Welke pak jij? Misschien is het goed om nog even te wisselen. Of niet? Ik vind het prima zo. Ja, nou, jij vindt het prima zo? Ja, je hebt je gevoel hierbij? Ja, ik dacht het eerste wat ik pak is goed. Ja. Ruud, de sneeuw voor jou, bekend terrein? Nee. Nee. Ja, Nederlandse sneeuw. Oké, maar, ja, maar Oostenrijk, lekker bergluchtje. Ja, lijkt me lekker. Ja. Marcel, ooit al eens in een kasteel geslapen? Nee, nog niet. Oké, jongens, op mijn teken zometeen mogen jullie de envelop openmaken. Hou hem goed voor je. En schreeuw luid uit wat er voor tekst staat. En bij 1 iemand dus is dat gewoon, ik heb gewonnen. Ik tel af en dan schuif je je kaart uit de envelop. 3, 2, 1. Ga je gang. Sorry. Wat staat er voor jou, jongens? Ik heb gewonnen. Wat staat er voor jou? Gefeliciteerd. Jullie gaan allemaal naar het kasteel in Noord. Wauw. Super. Gek, zeg. Ja, jongens, het is toch kerst. Wow. Ik ga hier toch niet een hele moeilijke finale spelen. Wow, ik ga hier toch ook niet 4 man naar huis sturen zonder prijs. Wat gek, hè? Heerlijk. Genieten vandaag. Jullie kunnen met z'n allen in dat kasteel. Je mag ook gewoon los van elkaar. Je hebt natuurlijk allemaal aparte kamers. En Merry Christmas.